Nou, we hebben twee perkamenten gevonden. In uh, een van de kokers zat een perkament uit 1924. Uh, we weten dat toen de kerk gerestaureerd werd, dus daar is een, een documentje over geplaatst. Uh, en het oudste document was uit 1834 uh, en dat was bij de onthulling van het monument. En dat verwijst naar uh, heel veel militairen die gevocht hebben bij de Belgische opstand. En wat staat er op dat, uh, op dat laatste perkament wat u noemt? Nou, we zien daar uh, twee hele lange lijsten staan. Het is, het is een vrij groot perkament, uh, vrij groot vel. En uh, zien we aan de ene kant zien we een lijst staan met namen van, van allerlei soldaten. Van, van een sergeant tot een kanonier tot, tot uh, een kapitein. Die dus gesneuveld zijn bij die Belgische opstand. En uh, blijkbaar is dat dus een herinnering aan die mensen. Dus het monumentje wat daar hangt, daar staan twee namen op van kapiteins met de militaire wilmorden. Uh, we hebben altijd gedacht dat dat monumentje alleen ter herinnering aan hen was. Uh, maar er zit een hele lijst achter uh, van mensen die op deze manier toch ook nog herinnerd worden. Ze hebben al een stukje nieuwe geschiedenis ontdekt. Ja, misschien wel. Ja. Hoe zijn de kokers eigenlijk gevonden? Uh, we zijn met de restauratie bezig in de nieuwe kerk. En uh, het epitaaf, het monumentje waar uh, de kokers achter zaten, uh, moest verplaatst worden. Dus dat is in de vorige week van de muur afgehaald. En in een holle nis, uh, holle ruimte erachter, zijn de kokers gevonden. En wat gaat er nu met de kokers gebeuren? Nou, wat we gaan doen, we gaan als eerste de documenten goed in kaart brengen en uh, goed documenteren en, en verder onderzoeken. Uh, daarna gaan we ze terugstoppen. Uh, er zullen waarschijnlijk nieuwe kokers omheen gedaan moeten worden om het weer helemaal waterdicht te maken. Uh, en we gaan een derde koker toevoegen uit 2016, waarin we dus iets willen gaan vertellen over uh, ja, hoe het er in deze tijd uitziet.